kijken naar deze gloednieuwe video en vandaag gaan we Farm Simulator doen met mijn vriend Jermaine. Dus we gaan spelen. Hij is hier op. Jemig! Doe even aan! Hallo! Hallo! Ja. We doen even via WhatsApp even opnemen. Ja, we doen even zo opnemen. Zo. Is goed. Bellen. Ja. Ben je wel aan het opnemen? Ja, ik ben aan het opnemen. Oké, hallo mensen. Heb je de game opgeslagen al? Ja, maar elke 15 minuten. Hoi. Hey. Wacht, ik ga hem even heel strak er tegenaan zetten. Wacht. Hallo? Nee, doe even aan dat geluid. Ja? Ja, doe het geluid even aan. Ik wil even de trekker rijden. Zou ik de wals pakken? Ja, is goed. Ik ga even alles... Oh. De game glitcht een beetje. Wacht, ik zet even de wals en de mulch naast elkaar. Ik ben deze auto van het kijken. Zo. Ja, wacht, ik zet wel even neer. Ja, je kan wel even kijken of je nog iets... Wacht, ik ga wel even iets kopen nog. Ik ga even bemesten kopen. Een bemester. Oké. Okay. Zou ik nog even een stuk land kopen? Kan ja, kan wel. Ja, nee, dat kan niet. Doe nog maar niet. Doe nog maar niet. Dat kan toch sowieso nog niet. Oké, wacht. Welke? Ja, ik hoor je niet goed. Zo, jongens, we gaan even alles wel even goed neerzetten. We moeten deze... Ja, deze staat wel op de goede plek op zich. Oké. Ik heb hier lang stuk 47. Oh, die. Ja, die wil ik wel kopen. Doe die maar.
Ik zet nog wel even alles naast elkaar. Jongen, dit is net Milan Knol. Nee, serieus, zo zag hij er ook uit bij zijn livestream. Zo. Jongen! Nee, wat zullen we doen? Ja, we moeten nog een stukje... Hoe noemde het? Zal ik even wat zaadjes kopen? Ja, doe dat maar. Nee, wacht. Zou ik het even kopen dat jij de dingen aankoppelt? De zaaimachine? Ja, is goed. Wacht, ik... Oké, zaden. Wauw. Zou ik even... Er staan er twee. Een silo? Zou ik een silo toevoegen? Ik doe het wel, ja. Doe jij maar gewoon de zaadjes. Silo aanbouwen, container, werktuigen. Ik heb al zaadjes gekocht. Wat heb je gekocht? Zaadjes. Jemig. Ligt het bij de winkel? Ja. Oh nee, ik ga het niet meer doen met de zaaien. Zo. Silo aanbouw. Oh ja, Jermaine. Ja. Zie je dat tankstation? Ja. Ja, dat tankstation, daar kunnen we tanken. Is goed. Als je dat moet. Dat kan je rechts onderin zien. Ja. Jongen, waar ben jij? Wat doe je? Ik ga even zaad ophalen. Bij mij staat dat je hier midden op het veld aan het lopen bent. Je bent hier aan het glitchen. Zo. Zo ja. En dat zaad moet ik in die wagen stoppen? Ja, dan moet je op L klikken. Als het kan. Zo. Tarwe? Ja, op dat op veld 47 kun je wel gras inzaaien. Je kan hem ook op de helper zetten als je dat niet wil. Oké. Okay.
En dan kom je aan. Huh? Ja, je moest die andere kant op. Oef. Hier kan je naartoe. Hier zo, over de brug. Ja, lekker. Hier zijn we? Ja, hier zo. De koolzaad, dat is geoogst. En weet je wat nou zo handig is daaraan? Wat dan? Nou, dat je met deze zaaimachine niet hoeft te cultiveren. Oké. Dus cultiveren. Ja, die stekeltjes op het veld hier weghalen. Nou ja, of we moeten nog eerst mulchen. Ja, doe dat eerst maar. Ja, wil je... Moet ik hem pakken? Nee, wacht. Ja, ik pak... Ja. Jij hem eerst? Jij hebt een hondje, dan kom ik. Ja, dan moet jij nog wel wachten, hè? Met zaaien. Ja. Ja, lala. Ja, er lopen allemaal dieren over ons veld. Ja. Oh ja, en als je klaar bent met zaaien, mag je walsen. Mama, kan je dat doen? Ja, ik hoor je niet. Hé, jongens, ga maar even weg. Het is van weg. Ga maar even weg. Ga maar. Ik ga naar de oven toe. Ja. Dat kan je zien. Hier. Jongen. Oh. Ja, als je hebt gezaaid, dan moet je walsen. Ja, op dat gele stuk kan je wel zaaien. Ik kom naar het stuk van je balijn. Maar dan moet je niet dat zwarte stuk aanraken. Nee, ik ga het best doen. Ja. Je moet met eerst LB... jongens, dit is niet een nieuwe serie, maar we doen dit gewoon alleen multiplayer. Gewoon af en toe met je mee, deze map en dan soms ook Hoop Berlon, toch? Ja, altijd. Dus niet dat we deze opnieuw weer gaan spelen, want we hebben hem op zich al gespeeld, maar dat maakt niet uit.
Zo. Nou, gaat wel lekker, hè? Je bent een stuk gemist daar. Hé! Hey! We gaan niet op langs. Jongen, ik moet eerst. Heb je hem wel op gras staan? Ja, ik heb het echt nog nooit gedaan, hè? Ja, ik ook niet. Ja, het is wel heel grappig. Ik vind dit leuker dan alleen doen. Ja, je moet toch wel water. Ja. Nou ja, als je gewoon... Als jij nou ook gewoon No Man's Land downloadt... Dan kunnen we die ook spelen. Normaal als je twee helpers aan het werk zet, dan gaan ze altijd tegen elkaar aanbotsen. Ja, zeg dat. Ga jij zo meteen walsen? Oké. Dan kun je zien hoe snel 1,5 miljoen opgaat.
Nou jongens, we zijn alweer ver. We zijn bijna klaar met het veld. Nou ja, tenminste ik wel. Jermaine die moet alleen nog een klein stukje doen. En jij moet met die trekker walsen. Ja. Want dat is de enige trekker waar dat mee kan. Omdat die andere trekkers zijn veel te klein daarvoor. Die hebben niet genoeg pk. Ja, ik ga zo nooit verleggen. Ja, ik zal wat Jermaine, blijf daar maar. Ik breng de wals wel. Dit ding is veel te zwaar voor deze massie. Oké, Jermaine, deze moet je wel echt heel recht doen. Want als je één keer scheef doet, dan ben je niet blij. Deze moet je wel heel recht doen. Ja, ga ik deze. Dus goed, ik kan het. Nou, doe jouw trekker er maar voor. Je kan als je het pijltje, Jermaine, als je het pijltje naar onderen doet, dan kan je uitzoomen. Doe eens het pijltje naar onderen. Ja, het pijltje naar onderen. Daarop drukken, de hele tijd. Tot je het hele ding kan zien. Ja, dat. Wat moet ik doen? Ja, je moet gewoon net zo lang tot het heel erg netjes eruit ziet. Nou ja, tot je alles hebt gedaan. Ja, is goed. Want gras hoef je maar één keer in te zaaien en dan nooit meer. Ik ben nog wel steeds aan het opnemen. Zeg je? Ik ben nog wel steeds aan het opnemen. Nou jongens, ik heb 1 week niet geüpload, maar dat komt omdat ik ziek was. Dus daarom ging ik nu weer uploaden. Want ik, ja. Jullie horen wel dat mijn neus nog steeds wel een beetje dicht zit. En ik had ook al best koorts, dus ja.
Ik ga nog even wat kopen. Ja, kunstmeststrooier. Jullie horen misschien het geluid heel slecht. Jullie horen wel de broertjes van het Tjebee. Die een beetje wat aan het krijzen zijn. Maar ja, dat moeten ze zelf weten. Ik bedoel, ze staan wel een leven lang op YouTube. Hè? Ik bedoel, ze moeten zelf weten als ze schreeuwen. Maar ze staan wel een leven lang op YouTube. Ah joh. 3000 liter. Het zijn nog maar kleine kindjes. Ja, daarom. Doe je toch niet veel aan. Even kijken wanneer we moeten bemesten, want ik weet niet meer. Even kijken hoe lang we bezig zijn. We zijn weer een half uur bezig. We gaan nog wel even bemesten. Dan gaan we de aflevering afsluiten en dan gaan we weer gewoon een nieuwe maken. We gaan nog alleen nog even bemesten. Dan ga ik de aflevering afsluiten en dan gaan we het nieuwe maken. Alles erin gedaan. Wat? Heb je niet al het zaad erin gedaan? Wat zaad? Welk zaad? Ja, die zaden. Welk mij? Ja, wat denk je zelf? In de zaaimachine? Ja. Jawel. De zaaimachine staat hier. Ja, maar heb je wel al het zaad erin gedaan? Ja, maar het was toen al vol. Oh. Oké. Dan kan je nu alleen nog even dat veld zaaien, dat andere. Welk andere? Ja, waar niks op staat. Niet bij die zonnebloemen, maar aan de rechterkant. Die daarnaast? Ja. Oké.
Dan ga ik wel bemesten nog op het veld. Ja. Heb je dat ding ingeklapt en naast de mulcher gezet? Oh ja, dat is goed. Met wat zou ik het nu doen? Op gras of iets anders? Wat zei je? Met wat zou ik het nu zaaien? Met iets anders of gewoon weer gras? Doe maar gewoon koolzaad. Koolzaad? Oké. Ja, niet het beste, maar ja. Ik denk wel gewoon even gewoon koolzaad. Zo, we hebben wel mooi gewalst. Ja, toch? Ja. Nou, dan zijn we bijna klaar. Ja. Tenminste, voor deze aflevering. We gaan er weer een nieuwe maken nu, maar... Ja, toch? Ja. Dit is beter dan school. Zeg je? Dit is beter dan school of huiswerk maken. Ja. Ja, we hebben wat chill dat we nu geen huiswerk hoefden te maken. Ja. Maar kan je die zonnebloemen ook verkopen dan? Kan je toch zonnebloemolie maken? Nee, koolzaadolie. Ja, zonnebloemolie kan ook. Maar dan kunnen we... Dan moeten we eerst een fabriek kopen. Maar dan kunnen we wel even wat geld van de bank lenen. Deze weer even goed neerzetten. Ja, en we kunnen nog broeikassen, hè? Maar jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het nou leuk, natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken. En dan zie ik jullie dus altijd de volgende keer. Later!